Elke maand, behalve in juli, is er een loterij van de staatsloterij. En dat betekent dat er elke maand loten te koop zijn bij de collecteurs en collectrices. De geschiedenis van de staatsloterij gaat terug tot 1726. Voor de jubileumloterij, die vele extra prijzen in uitzicht stelde, was de belangstelling extra groot. Er werden ook via de Giro in totaal meer dan 2,5 miljoen loten verkocht. En wat doe je nou met een prijs van een half miljoen? Eerst een paar maanden op de bank zitten, rustig bekijken. En dan misschien een leuk huisje kopen. Mooi bungalowtje, tuin erbij en veel vee. We hebben zoveel op ons programma. We zouden graag een andere auto willen hebben. En dan kleuren televisie. Ik heb alles wat mijn hartje begeert, wat moet ik erbij doen? Al mijn kinderen en mezelf uit de schuld halen. Nee, dat zou ik nog niet weten. Ik heb nog nooit gewonnen, dus ik wacht maar af. Hey. Toen de eerste generaliteitsklassenloterij was uitgeschreven, werd de Ridderzaal aangewezen als plaats van trekking. Deze werd nadien ook wel loterijzaal genoemd. De kans lacht ieder toe, stond er eens op de loten, die tientallen jaren achtereen getrokken werden uit deze ronddraaiende trommel, die nog tot omstreeks 1950 heeft dienst gedaan. Het is nauwelijks bekend dat de trekkingen van de staatsloterij nog altijd gehouden worden in het gebouwencomplex van de Ridderzaal. Om precies te zijn, in de rolzaal. Die trekkingen zijn openbaar en geschieden door een willekeurig persoon uit het publiek. Alleen nu via een elektronisch apparaat dat door de Technische Hogeschool in Delft werd ontwikkeld. Bij de jubileumloterij is er een extra trekking en dat betekent een extra kans met hetzelfde lot. Kans onder meer op nog eens zo'n stapel geld van een half miljoen. Ik heb alles wat mijn hartje begeert, wat moet ik erbij doen? Al mijn kinderen en mezelf uit de schuld halen. Nee. Dat zou ik nog niet weten. Ik heb nog nooit gewonnen, dus ik wacht maar af. Ja, want het blijft natuurlijk wel een lot uit de loterij.